Yo, beste kijkers van TechGain, je vindt jullie kijken naar een nieuwe video. We staan hier aan een verlaten kerncentrale en we gaan eens kijken wat er te zien valt. Toen wij hier net langs gingen, merkten we dat het domein super groot was. Dus we zijn echt wel benieuwd wat deze gaat geven. Let's go! Het gekke van dit alles gewoon dat die gewoon, je kunt die gewoon naar binnen. Draden zijn gewoon kapot gemaakt. En hier is gewoon geen klote bewaking volgens mij. Dus what the fuck, ik ben benieuwd wat wij gaan zien. Ja, ik denk wel dat die deur dicht is. Er staat een auto. Ja. Ik weet niet. Dus we gaan eens kijken of we de deur kunnen openen. Security. Een nieuw slot erop. Dat is echt een nieuwe deur dat ze erin gezet hebben. Een verlaten gebouw. Daar kunnen we geraken, maar natuurlijk vast. Weer een nieuwe hek. Hebben ze pas vastgemaakt. Kunnen we nu een Urbex video maken? Ik heb hier dus meer dan 10 minuten rondzoeken voor een ingang. Hier is gewoon... Allee, ja, laat me zitten. Ik kan hier dus gewoon door. Super verlaten kerncentrale. Nu, we zijn over die brug naar hier geraakt. Maar ik kan hier niet terug naar beneden. Ik zeg altijd veel te rap dat iets niet gaat. Want blijkbaar gaat het wel. The fuck. Oké, hier hebben ze ook dezelfde stok uitgehaald. Het is prikkeldraad. Yes, we zijn op de verlaten domein. Oeh, verlaten kerncentrale. Wow. Moet je zien hoe groot het is. Oh my god, man. Dus hier is super groot. Ja, moet je ook zien waar je loopt, want daar heb ik geen zin in. Als ik hier naar beneden vaat, is het gewoon dood te zijn. Stel je voor dat je in een fabriek zoals deze moest werken. Nee. Een controlekamer. What the fuck gaan we daar geraken? What the fuck? We moeten een ladder vinden of zo. We kunnen door die raam kruipen. Dit is de achterkant van die controlekamer waar we daar net niet in konden. Nee, wacht. Nee, helemaal gesloopt. Airbex. Februari 16. Gesloopt. Gesloopt. Fucking gesloopt. Jullie hebben gezien hoe groot het gebouw hier was. Dus ik wil eigenlijk ook wel eens naar boven gaan. Want ja, er moet toch een mogelijkheid zijn om naar boven te gaan. Alleen
Ik vind het niet leuk. Volgens mij hebben ze hier allemaal kleren genoemd. Allemaal kleren en schoenen. The fuck? Van zwervers of zo. Mensen slaaksoorten misschien. Hier was een trap naar boven, maar die is natuurlijk ook weer weg. Ze hebben alle trappen naar boven gewoon afgesloten of zo of weggehaald. Het is echt kut. We hopen nog altijd op een weg naar boven. Oké, dat geluid kan dus van Ginder. Dat wil zeggen dat Ginder gewoon andere mensen zijn. Dan ga ik die richting uit. Het is in het eerste gebouw geen weg naar boven gevonden. Er zijn nog gebouwen. Eens kijken of we daar eventueel iets kunnen filmen of zo. Die rijdt hier dat domein op. Ik heb niet gefilmd. Daar reed hij als een auto voorbij. Encounter, kom eens aan weg. Dat zijn die Frans mannen. Met de auto op deze domein? Ja, die zijn hier. We moeten zo gezond daar, hoe kunnen we aan ons weg? Staan. Die staan er gewoon lekker te chillen. Zien jullie wat ik zie? Een trap. Ik kan in deze ketelkoeltoren, what the fuck is het? Ik weet niet hoe hoog we nu staan. Oh, dat kun je ook horen. Zie. Fucking hoog. Daar zie je die bergen. What the fuck. Deze toren kun je binnen. Dus. Fucking groot. Ik kan er naar beneden, maar waarom heb je daar echt geen zin in? We gaan nog hoger. Nog hoger, mama. Holy shit. Holy fuck. En wat is dat daar? Is dat ook nog van deze domein? Oh man. Hey, die kerncentraal daar werkt nog wel. Kijk, die werkt nog. En deze is verlaten. What the fuck. Fijn dat jullie gekeken hebben naar deze video. Het was super vet om eens op het verraden kerncentraal rond te lopen. Ik had super leuk gezelschap bij mij. En blijf zeker TechEnie volgen, want de volgende keer ga ik naar een verlaten casino. Dus tot de volgende keer bij TechEnie. What the fuck is dat een vogel van? Hij gaat hier gewoon in de fucking kelder. Dus hier bespeelden ze de piano die je in de kerk kon horen. Dat is echt super vet. Heel het orgel staat hier gewoon ook nog. Dat is echt super vet om dat te zien.